welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een leuke video, zoals altijd natuurlijk. Ik ga vandaag Instagram filters namaken met make-up. Ik heb 3 filters gekozen die ik leuk vond en die ga ik dus alle 3 maken op mijn gezicht. Dus ik maak vandaag basically 3 make-up looks. Het wordt dus weer echt een lange video. Ik weet niet of het echt per se ook lang gaat zijn voor jullie. Maar hier in het echt, in real time, gaat dit mij weer echt een aantal uur kosten. Op Instagram heb je echt honderden make-up filters. Ik heb gewoon best wel lang gezocht in bed. En ik heb er gewoon 3 uitgekozen die mij wel leuk leken om te doen. Ze zijn ook niet alle 3 heel makkelijk. Dus ik ga ook een beetje out of my comfort zone. Dus ik ga gewoon mijn best doen om ze zo goed mogelijk te maken. Ik weet by the way niet meer hoe de filters heten. I'm sorry. Ik had gewoon gezocht bij filters op make-up filters en dat soort dingen. Maar ik heb ze echt al 2 weken geleden of zo opgezocht. Dus het is alweer een tijdje geleden. Maar ik maak de video nu pas. Maar goed, vind je de video nu al leuk en ben je benieuwd naar de make-up look, de filters? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we snel beginnen met de video. Mensen, mijn lip is hier een beetje rood. Zoals je kunt zien, ik heb daar weer een velletje eraf getrokken. En toen was het helemaal gaan bloeden en nu heb ik daar zo'n plekje. Ik moet echt ophouden met dat te doen, maar I can't stop myself. Oké, ik ga even de filters erbij halen. Zoals ik al zei net, ik heb ze echt al 2 weken geleden gevonden en opgenomen. Dus ik zie er een beetje anders uit op de video's die ik zo meteen ga laten zien. Dus ja, dat je weet hoe dat komt. Ik ga beginnen met 1 van de 3 filters die vooral is gericht op de ogen. En ik breng hem even hier in beeld. Dit zijn dus van die soort van vlammen, maar dan op mijn oogleden. En ze zijn paars en met wit. Dus het is allemaal niet heel makkelijk. Ik zie ook dat ik een blusje op heb en zo. Ik heb by the way mijn base make-up al gedaan. Zoals je kunt zien, foundation, concealer en poeder en gecontourd. Verder niks. Dus ook geen bronzer, geen blush en zo. Dus ik zie hier ook dat ik blush op heb. Dus dat ga ik ook doen. Dus ik ben echt super benieuwd. Ik heb nog nooit zo'n ooglook gemaakt. Ook niet voor Instagram. Want op mijn Instagram plaats ik toch altijd wel de iets meer creatieve, heftige looks en zo. Volg me ook daar als je meer make-up looks wilt zien. Daar plaats ik elke dag. Maar zo'n look heb ik nog nooit gedaan. Dus ik ben super benieuwd. En omdat het weer een ooglook is, gaan we weer inzoomen op de ogen. Ik was al begonnen met de video, maar de camera stond niet aan. Het paletje die ik ga gebruiken is mijn Mini Jawbreaker palette van Jeffree Star Cosmetics. Want die heeft de perfecte kleuren voor die vlam. Heel veel paars en zo. Hier beneden heb je ook een beetje een grijs-bruinige kleur. En die ga ik gebruiken om een soort van rauwe schets te maken van de vlammen. Om even goed te zien hoe ik ze precies ga maken. Voordat ik gelijk helemaal inga met kleuren en zo. Dus dat ga ik doen. De kwast die ik ga gebruiken is een hele kleine mini kwastje. Dit is een kwast om mee te verven officieel. Maar ik gebruik het gewoon voor make-up. En dan pak ik een beetje van die kleur had fudge. En dan ga ik het gewoon iets makkelijker maken door eerst een schets te maken. Tenminste, hoop ik, denk ik. Oké, let's begin. Mensen, ik vind het beeld iets te grijs-wittig. Ja, beter. Ik heb even de belichting een beetje veranderd. Nou ben ik weer iets meer bruinig. Net was het echt te wit-grijs allemaal. Nou, dit is dus ongeveer een schets van de vlam. Oké, dan ga ik het gewoon inkleuren. Er is vooral paars gebruikt. En dan in het midden hier zo allemaal is het iets lichter paars. En dan bij de vlammen hier in de puntjes, zeg maar, is het iets meer donker paars. Dus ik ga beginnen met gewoon de wat lichtere. En ik ga beginnen met de matte paarse kleur hier. En dan ga ik gewoon de vlam even helemaal inkleuren. Dan pak ik de donkere paarse glanzende kleur hier beneden. Die heet Bite Me. En die kleur ga ik aanbrengen hier zo bij de puntjes om een soort van schaduw te creëren. Oh my god, dit ziet er echt zo grappig uit. Om het nog moeilijker te maken heeft de filter ook een witte lijn over de vlammenzee. Dus ik gebruik hiervoor mijn witte NYX matte eyeliner. En dan ga ik gewoon daarmee over de lijntjes. Oh my god, ik hoop echt dat het goed gaat. Want dit kan de look echt maken of breken. Oh mensen, hij is bijna leeg. Dit meen je niet. Oké,
Oké, mensen, hij is dus echt gewoon leeg. Dus de lijnen zijn niet helemaal zo perfect geworden als dat ik zou willen. Ik heb ook helemaal geen andere witte hier of zo. A few moments later. Oké, mensen, ik heb iets gevonden. Toen met Halloween heb ik dit SFX paletje gekocht van Revolution Pro. En die heeft hier beneden ook een witte soort van cream. Dus daarmee ga ik even nog over de witte lijnen. Want dit is zo echt niet goed gedaan. Dus deze is echt helemaal op. Ik ga wel echt even een andere halen. Want hij is wel echt super duper fijn. Oké, ik ben zo blij. Dit had echt nut. Het ziet er nou een stuk beter uit. Hierzo is het niet meer zo mooi gegaan, omdat daar ook die andere witte eronder zat en het was echt een mes. Maar dit ziet er zo echt al een stuk beter uit. Oh my god. Oké, ik ga nou heel het proces ook doen bij het andere oog en dan gebruik ik gewoon gelijk dit paletje. Dus ik ga niet meer in met die van NYX en dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Nou, die kant ging een stuk beter, omdat ik gewoon gelijk inging met dit ding. Alleen is het wel een stuk minder wit. Hier is het dus echt witter, omdat dus die ene witte ding eronder zit. Dus dat is het enige verschil. Hier is hij witte, maar hier is hij toch wel iets beter. We gaan verder. Ik zie in de filter ook dat ik een kleine zwarte winged eyeliner op heb. Dus die ga ik ook aanbrengen. En ik gebruik hiervoor mijn zwarte NYX matte eyeliner, waar nog wel gewoon genoeg in zit. En dan maak ik een kleine wing. Hij is echt niet heel lang. Hij valt nog binnen in die vlam. Ik heb ook even gelijk wimpers aangebracht. De wimpers die ik op heb zijn TL4 van Tati Lashes. Er is hier iemand buiten het hek aan het snoeien. Dus ik hoop niet dat je het hoort. Maar het is echt een heel vervelend geluid. Ik ga de look afmaken. Ik pak weer een beetje van die paarse matte kleur hier. En die ga ik aanbrengen op de onderste wimperrand. En ook een beetje mascara. De mascara die ik gebruik is de 4D mascara van UNG Cosmetics. Oké, dan even verder met het gezicht. Ik heb een hele roze peachy-achtige blush op. Dus die ga ik ook aanbrengen. Ik maak de filters niet echt precies na. Ik maak er ook echt gewoon een hele make-up look van. Dus ik ga even snel mijn gezicht bronzen. En de bel ging echt. Er is allemaal vandaag zoveel geluid. Als bronzer gebruik ik een MAC Give Me Sun. En als blush gebruik ik mijn Milani Baked Blush in de kleur Luminoso. Dat is echt een perfecte mix van een beetje peachy en rozig. En ik breng lekker veel aan, want op de filter heb ik ook echt veel op. Maar ik breng sowieso altijd wel veel blush aan, dus ja. Als highlighter gebruik ik ook een product van MAC. Dit is Soft & Gentle. Op de filter heb ik niks op de lippen, dus ik ga gewoon een beetje voor een paarse nude kleur. Nude paars. Ik heb hier twee producten van NYX Cosmetics. De NYX Cosmetics Liquid Suede Matte Liquid Lipstick in de kleur Sandstorm. Is echt een mond vol. En de NYX Suede Matte Lip Liner ook in de kleur Sandstorm. Allebei een beetje een nude met een beetje een paarse ondertoon. En als laatste mijn Pixie Glow Mist. Dit was dan filter 1. Wat vinden we ervan? Vinden we dat het op de filter lijkt? Ik vind dat het echt best wel goed is gelukt. En het was ook makkelijker dan dat ik had verwacht. Dus ja, dit is dan look 1. We zijn alweer bijna een uur verder gewoon. Oh my god, nog 2 te gaan. Maar ik ben heel blij met hoe de look is geworden. I love it. De oogmake-up is er vanaf, dus we kunnen weer verder. De twee andere filters zijn vooral gericht op het gezicht. Maar ik maak bij allebei de filters ook gewoon een leuke, bijpassende ooglook erbij. En dit is de tweede filter. Dit is dus een filter met van die roze dollars op mijn gezicht, over mijn hele gezicht. En ik heb ook sproetjes en een beetje blush en zo. Dus superleuk. Dit is een best wel bekende filter, omdat Kylie Jenner die had gebruikt. En toen gebruikte ineens iedereen hem. Dus ik ga allemaal roze dollars op mijn gezicht tekenen. Ik ga hiervoor twee producten gebruiken. Als base gebruik ik deze roze P. Louise oogschaduw primer in de kleur Winter Rose. Is dus een hele mooie rozige kleur. Die ga ik gebruiken echt gewoon als base voor eronder om ze echt te creëren. Als ik dat heb gedaan, dan ga ik er overheen met oogschaduw. En hiervoor gebruik ik de Warrior 3 palet van Juvia's Place.
En die heeft ook echt een hele prachtige roze kleur. Dus deze twee ga ik gebruiken om ze te creëren. En ik hoop weer dat het goed zal gaan. Ik gebruik gewoon weer die kleine kwast van net. Ik heb die by the way gehaald bij Hornbach. Daar hebben ze echt heel veel van dit soort kwastjes. Ik heb kwastje, even kijken, nummer 0. Maar je had ook nog min 1 of zo. Dus ik had misschien ook die moeten halen. Maar whatever, mocht je mailen, Hornbach. Even kijken, we gaan ze tekenen jongens. Oh mijn god, ik ben weer zenuwachtig. Ik ga beginnen met hier er eentje te tekenen. Het is echt moeilijker dan dat het lijkt. Omdat je het dus op je gezicht moet doen. En het helemaal zo moet doen. Dus ja, dat is niet heel makkelijk. Even kijken, ik moet ze wel goed doen. Dus zo. Ik maak niet de S zo, anders is hij omgekeerd bij jullie. Dus ik maak hem zo. Oké, oh mijn god, zenuwachtig. Mensen, ik heb hem iets te breed gemaakt. Hij moet iets meer smal en lang. Ik ga even gewoon overnieuw beginnen. Ik heb schijt. Ik heb schijt! Volgens mij kunnen jullie het bijna niet eens zien. Ik ga even de belichting een beetje dimmen. Oké, ik heb heel even de belichting iets lager gedaan. Ik denk dat je het nou toch wel iets beter kunt zien. Oké, de base is gezet. Dan pak ik een beetje van die roze oogschaduw. Ik pak die ook weer gewoon met deze kleine kwast. En daarmee ga ik er gewoon overheen. Ik besef me nu net dat ik de lipstick van net er niet heb afgehaald. Die ga ik er wel zo meteen afhalen, want we gaan ook een andere lipstick doen. Oké, ik heb precies allemaal aangebracht die ook op de filter staan. Alleen heb ik deze hier, die had iets meer hier gemoeten. Zo is hij ook op de filter. Maar nou heb ik hem te veel hier gedaan en nou is er hier zo'n open plek. Dus ik ga er daar ook gewoon nog even eentje extra aanbrengen. Oh mijn god mensen, ik zit echt helemaal onder. Oké, we gaan verder met de sproetjes. Ik heb best wel veel sproetjes allemaal hier. En om de sproetjes te maken gebruik ik mijn Hoola Benefit Hoola Bronzer. En ik gebruik mijn nummer 11 kwast van NYX Cosmetics. En dan ga ik gewoon zo random van die sproetjes aanbrengen. Ik breng er ook best wel veel aan, want op die filter heb ik er ook echt wel veel. Oké, sproetjes zitten erop. Ik vind sproeten altijd super cute. Had ik maar sproeten. Dit is dan basically de filter, maar ik ga ook gewoon even een snel makkelijk ooglookje maken die erbij past. En ik pak weer deze roze kleur. En ik ga gewoon even een makkelijke roze smokey eye maken. En dan pak ik weer mijn MAC Highlighter en die breng ik aan in de binnenste ooghoeken. Wimpers zitten er ook weer op, gewoon precies dezelfde als net. Dan alleen nog maar de lippen. Ik ga ook gewoon voor felroze lippen. Ik ga er gewoon helemaal voor. Ik gebruik een lipstick. Hij viel bijna uit mijn hand. Ik gebruik een lipstick van Bella Pierre Cosmetics in de kleur Hot Head. En dit is een hele mooie rozige kleur. Niet rozig, het is gewoon echt een roze kleur. En dan om het af te ronden nog mijn Pixie Face Mist. Nou, dit ben ik naast de filter. Wat vinden we ervan? Is het goed gelukt? Ik vind echt wel dat het echt best wel goed is gelukt. Het was op zich makkelijker dan verwacht. Ik had het best wel snel gedaan. Alleen omdat je er zoveel moet aanbrengen, ben je echt wel eventjes zoet. Maar goed, dit is dan de filter. Lekker roze, I love it. We gaan nu verder naar filter nummer 3. En dat is ook de laatste filter voor vandaag. Make-up is weer opnieuw gedaan. Het is hier nog een klein beetje rood, zoals je kunt zien. Maar dat komt omdat roze oogschaduw gewoon vaak nog blijft plakken op je gezicht. Ik heb gewoon weer mijn base gedaan en ik heb ook mijn gezicht gebronst. Dus we kunnen beginnen met filter nummer 3. Filter nummer 3 zijn wolkjes. Ik ga wolkjes creëren op mijn gezicht. Zoals je kunt zien heb ik ook hier een beetje een soort van oranje gloed te zitten. Alsof ik bloos, maar dan een beetje oranje. Dus dat ga ik ook doen. Dus ja, dit wordt nummer 3. Ik heb geen idee hoe ik dit ga doen. Die wolkjes lijkt me niet echt heel makkelijk. Dit lijkt voor mij de moeilijkste van de drie. Maar misschien ook niet. Want van die van net, ik dacht ook dit wordt echt moeilijk. Maar het was best wel makkelijk. Dus ik heb goede hoop. Dus let's begin. Ik ga beginnen met eerst die oranje gloed te maken. En ik gebruik hiervoor mijn Rimmel London Maxi Blush. In de kleur nummer 4 Sweet Cheeks. Dit is echt een hele oranje blush. Dus die ga ik gewoon heel veel aanbrengen hier zo.
Oké, op de filter is hij wel iets meer gelig, zie ik nou. Maar ja, whatever. Voor de wolkjes gebruik ik weer twee producten. Ik gebruik weer mijn Revolution SFX paletje. Om weer die witte kleur te gebruiken voor de wolkjes. En ik zie ook dat de wolkjes een soort van grijsachtige schaduw hebben. Dus hiervoor gebruik ik mijn BH Cosmetics paletje. Dit paletje heet Essential Eyes 28 Color Eyeshadow Palette. Er staat verder niet echt een naam op, dus dat is het gewoon. En dit is een heel cool toon paletje met allemaal van die grijsachtige blauwige kleurtjes. Dus ja, let's see wat ik ervan ga bakken, jongens. Ik ga gewoon beginnen met dit SFX paletje. En ik had gezien bij een ander meisje die ook die wolkjes heeft gemaakt op de gezicht, dat ze gewoon zo'n ronde achtige kwast pakte en dan gewoon een beetje witte cream pakte en het dan gewoon zo erin drukte. Dus dat ga ik ook proberen. De kwast die ik gebruik is nummer 103 van BH Cosmetics. Ik hoop echt dat dit gaat werken. Oh mijn god. Oké, ik begin met het wolkje hier. Ik ga veranderen van kwast. Ik ga mijn NYX Cosmetics kwast gebruiken, nummer 14. Oké, dan pak ik de witte matte kleur hier beneden. En daarmee ga ik er overheen om het goed te zetten. En nu ga ik de schaduw die er een beetje omheen zit creëren. En ik pak de kleur hier. Die is helaas niet mat, maar dat maakt niet uit. En dan gebruik ik mijn NYX kwast nummer 11 weer. En dan ga ik er gewoon zo een heel lichtjes omheen. Oh mijn god, het is gewoon gelukt. Ik had dat niet verwacht. Oké. Okay. Nou, top. Dit is dan wolkje 1 van de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Het is nog 8 te gaan. Nou mensen, het is gelukt. Ik heb allemaal wolkjes op mijn gezicht. Ook dit was weer makkelijker dan dat ik had verwacht. Als je eenmaal begint, gaat het toch allemaal iets makkelijker. Ook hierbij ga ik weer een leuke ooglook maken. Ik gebruik gewoon obvious weer dit paletje. En ik wil dat de ooglook echt matcht met de wolkjes. Dus ik ga ook weer een beetje voor een beetje wit en grijs en zo. Ik gebruik eerst mijn P. Louise base in de kleur 0. Is gewoon een witte kleur. En hiermee ga ik even een beetje primen om het allemaal iets lichter te maken hier. En dan pak ik de kleur hier. Is ook de kleur die ik had gebruikt voor de wolkjes. En die kleur ga ik hier zo een beetje aanbrengen in de buitenste ooghoek. En dan echt zo winged out. En die kleur breng ik ook aan op de onderste wimperrand. En dan ga ik een halve cut crease maken weer met die P. Louise base. Zo, ik heb de cut crease echt best wel groot gemaakt. En dan pak ik deze witte kleur weer die ik ook heb gebruikt voor de wolkjes. En daarmee ga ik de cut crease invullen. En dan pak ik weer een beetje van die grijze kleur. En dan ga ik het hier bij de hoeken een beetje inblenden met de witte kleur. Wimpen zitten er ook weer op. Gewoon weer die ik net ook heb gebruikt. Dan gaan we nog de lippen doen. Ik ga voor een glossy en een beetje een grijsassige kleur voor de lippen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik gebruik een matte liquid lipstick van Jeffree Star Cosmetics in de kleur Celebrity Skin. Dit is een nude met een beetje een assige paarsige ondertoon. Ik wilde ook een gloss aanbrengen, maar ik denk dat ik het niet ga doen. Ik laat het gewoon zo een keertje mat voor de verandering vandaag. En dan natuurlijk ook weer als laatste mijn Pixie Glow Mist. Nou, lijkt het op de filter of niet? Ik denk dat ik het echt best wel goed heb gedaan. Die wolkjes zijn echt best wel goed gelukt. Gewoon net echt wolkjes. Oh my god, I like it. Nou mensen, dit waren dan de 3 filters. Ik hoop dat iedereen ervan heeft genoten. Ik vond het ook echt heel leuk om dit te doen. Nou ben ik er weer achter gekomen dat ik wolkjes kan creëren op mijn gezicht. Dat wist ik nog niet. Ik heb ook een video gemaakt waarin een Instagram filter mijn make-up look heeft uitgekozen. Die staat ook al online. Dus je kunt die ook gaan bekijken als je die nog niet hebt gezien. En ja, dat was dan voor vandaag. Oh mijn god, ik vind het echt leuk. Ik vind echt dat het beter is gelukt dan dat ik dacht. Let me know wat je ervan vindt beneden in de reacties. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier kun je gewoon makkelijk op klikken om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!